wil wel niet meer schoon. Oh mijn gast, dat klonk echt alsof uw teen hierachter blijft. Ja, maar heel mijn slipper hing erachter. Echt volledig op mijn bek, hè. Ik hoop. Is de camera nog oké eigenlijk? Hoi, mijn naam is Ellen. 4 maanden nadat ik mijn mama verloor, besloot ik om al mijn bezittingen in een garagebox te stoppen en een one-way ticket te kopen naar Zuidoost-Azië. Dag, dat is oud leven. Met deze reis hoop ik niet alleen de wereld te ontdekken, maar vooral mezelf. Goedemorgen. Wij zitten in Pai, een klein dorpje naast Chiang Mai in Thailand. En vandaag gaan we deze plek exploren. We zijn hier gisteren aangekomen. Eerste mening over dit dorpje is klein. Ik heb het gevoel dat we alles kunnen doen op één dag. Heel mooie natuur. De weg hier naartoe. Dat was echt een nachtmerrie. Dat waren echt giga veel bochten voor 2 uur lang. En Mats en ik dachten dat we gingen kotsen. But we made it. En voor de rest hele speciale toeristen. Je hebt hier ofwel de backpackers die hier zijn om te zuipen. En je hebt hier ook een rivier waar je zo in tubes kunt naar beneden gaan. En het heet ook letterlijk tipsy tubing. Kijk, dit is wat ik zei. Dat je zo zat in de rivier kunt drijven. Dus die toeristen met de typische Thailand broeken. En dan heb je, on the other hand, de heel spirituele hippie toeristen, zeg maar. Die letterlijk geen schoenen aan hebben. Die lopen gewoon op blote voeten op straat. Ja, het leuke is hier wel dat er superveel vegan en vegetarische opties zijn. Daardoor, en dat is wel super chill, want ik ben sinds Bali een beetje vegetarisch geworden. Allee, ik eet gewoon veel minder vlees in general. En ik drink ook geen melk meer. Of ja, ik probeer dat toch niet als dat niet kan. En in Thailand is dat wel moeilijker dan in Bali. Dus ik vind dat wel chill dat dat hier wel superveel vegetarische opties zijn. Maar dus, dat is eigenlijk de vibe van dit dorpje. Claire. Let's go. Het is ons hotel. Nice toch? Also, het is hier kei zonnig, maar het is hier eigenlijk super fris omdat het hier in de bergen is. Dus ik heb echt een dikke lange trui aan en een shortje. Maar in de dag wordt het wel warmer. We gaan nu een scooter huren. We zijn hier trouwens 3 dagen in totaal. Oh, ik heb per ongeluk mijn verkeerde schoenen aangedaan. Terug naar de kamer. Lukt het? Ja, het is al enorm hoor. Oh nee, die gaat weer te groot zijn hè. Just. Kijk, ik heb echt een kinderhelm nodig, want die past wel. Ja, dat is altijd zo. Ja, die... deze voelt precies... Nee. Kijk, ik heb wel een trucje. Je moet je haar exact hier beneden op de juiste locatie in een dot doen. En dan blijft dat iets beter zitten. Dat heb ik al ondervonden. Nu kan mijn dot hier van achter. En nu blijft dat beter staan. Dat is precies Mario of Toad of zo. Ik weet dat ik ooit die heb gekocht. Dat was echt precies een pamper. Ik heb mijn regels gekregen en al mijn maandverbanden en alles van in België is bijna op. Ik had lekker hele voorraad meegenomen, dus nu moet ik er hier kopen, maar I don't know welke. Want ik vind dat zo moeilijk. Ik snap er niks van en je weet hoe persoonlijk dat is, right? Ja, en tampons verkopen ze hier al helemaal niet meer. Soms 1 pakje, maar dat is echt heel zeldzaam. Vroeger droeg ik een cup, maar dat gaat nu niet meer aangezien ik een spiraaltje heb. Dus dat is echt een bummer, want ik hield echt van cups. Oh my god, die wil ik eigenlijk echt eens proberen. Dat is cool en fresh. Iedereen zegt dat TikTok dat dat keigoed is. To all the ladies, if you know, you know. Not stuffy cucumber. 35 watt millimeter of wat? Dat kan niet. Nee, lapje exemplaren. Ah. Denk ik. Oké, dan. En wat is dan die 5? December. What? Oké, laten we deze nemen dan. Wauw, dat is hier rustgevend. Dat is super rustgevend. Dank je. Het is echt een beetje boerderijtje. Oeps, ik ga echt nog vallen vandaag. Oh, dat is tof, dat is echt bamboe. Oh, wow. Oh, dat is kei leuk. Dat beweegt helemaal. Dat vind ik echt leuk. Kijk hoe schattig. We zitten precies bij Heidi in de bergen. Hoe noemen de bergen hier eigenlijk? Ik wil ook op de schommel. Zullen we schommelen? Ja. Ik ga de camera even hier zetten. Ik zie dat dat niet omvalt met het gepraat. Oh, als er mensen aankomen, dan doe ik dat.
ziet je ons zelfs. Ja, waarschijnlijk niet, hè. Oh, Lydia. Auw, ik zei nog dat ik je vagus. Oh my god, jongen. Oh, mijn knieën. Ik wil wel niet meer schoon. Oh my god, dat klonk echt alsof uw teen hierachter blijft. Ja, maar heel mijn slipper hing erachter. Gast. Dat zag er echt pijnlijk aan. De camera viel en ik viel. Echt volledig op mijn bek, hè. Ik hoop. Is de camera nog oké eigenlijk? Want die heeft precies wat kras aan. Ik voel me precies terug naar klein, hoor. No, I'm okay, thank you. Oh, super gênant. Iedereen heeft dat gezien. Ik heb u nog nooit zo snel tegen dat vlak. Dat zag er echt agressief uit. Die bamboebrug is echt gevaarlijk. Oké, laten we de wandeling verder zetten zonder ongelukken. Als je op Pinterest deze brug opzoekt, dan is het hier heel groen. En nu is het hier heel dor, maar ja, dat is logisch, want het is droogseizoen. Maar ik vind het wel heel gezellig en heel rustig. Beetje gevaarlijk. Ik ben altijd bang van deze wc's, man. Dan denk ik altijd dat er beesten in zitten. What the fuck, er liggen letterlijk nagels. Teennagels. Op het balkon. Dat niet van ons zijn, by the way. Dat is echt gewoon disgusting. Voorbije dagen waren zo heftig weer. Mijn tante is een paar dagen geleden naar een medium gegaan om met mijn mama te praten. En of je er nu in gelooft of niet. Voor mij was dat heel heftig en daardoor ben ik helemaal terug opnieuw alles aan het herbeleven. Like, elke dag opnieuw heb ik terug zo herbelevingen. Heb ik allemaal herinneringen van mijn mama. Mis ik haar gewoon zo hard weer. En dan denk ik, gaat dit ooit beter worden? Want de maatschappij verwacht echt van u dat je na een half jaar of zo terug normaal bent. Mensen hebben precies echt niet door hoe zwaar het is om je mama te verliezen of zo. Op social media leek het misschien alsof alles goed ging, omdat ik ook echt een goede maand had, sowieso. En dan krijg ik allemaal berichten van, oh my god, het gaat zo goed met u, I'm so proud of you. En like, ik weet dat dat lief bedoeld is, maar dan ligt dat zoveel druk op mijn schouders dat het ook effectief goed moet gaan ofzo. En dan denk ik, oh, doe ik dan iets verkeerd? Want ik voel me niet goed. Ik voel me gewoon in vlagen. En, I don't know. Wil je vertellen wat er is gebeurd met je zonnebril? Die zonnebril die hier op tafel ligt. Ja, die je nooit meer ging aandoen. Die ging hier. Ja. Te hangen. Ja. Terwijl ik aan het plassen was. En ik heb gedaan met plassen. En ik doe mijn broek aan. Nee, dat klinkt vooral. Die is dus in die piscijn gevallen. Er zat ook geen water of zo in. Nee. In de piscijn? Maar ja, wel. Pismicroben. Ik heb echt veel buikpijn. Misschien moeten we bij de 7-Eleven zo van die warmtepatches gaan. Oh ja. Allee, voor een tweede keer vandaag. Nu is het hier wel wat drukker. Vandaag is dat stinkt. Jo, ja, dat stinkt. Ik hoop echt dat ze dat hier hebben. Stomme weer bij de vrouwen die na. Hier zijn balpennen. Dit zijn geurverfrissers. Met zijn vork? Oh ja. Oh my god, ze hebben hier allemaal nog zo van die zelftesten. En? Heb jij iets gevonden? Nee, anders zou ik het vaststellen. Je hebt daar een fever patch. Oké, okay, sowieso is dat hier. Wacht, hier heb je voor je spieren. Oh. Ja, dat is het. Ja, ik heb het voor hier. Ja, zet, staat er in Engels bij. Het. Let's go. Het is maar een euro. Hoeveel zijn dat er? Ja, dit is maar eentje. Gast, ik voel me altijd zo ongemakkelijk als ik in het openbaar en zeker in een winkel film. Mensen staren echt naar mij van waarom zit jij jezelf te filmen? Thanks, 7-Eleven. Oké, okay, ik ben net uit de douche. Feeling very refreshed. En ja, laten we deze proberen. Als dit werkt... Wauw. Danger. Do not apply the warmer directly onto your skin. Isn't that like the point?
Gast, je de geen serieus of hè? Take out the heat pad and peel the tape off. The heat pad will be activated upon exposure to oxygen in the air. Place the sticky side of the heat pad on a piece of clothes or fabric and position it over the painful area. To maintain heat, cover the heat pad with other clothing such as a coat or garment. Wait about 50 to 30 minutes. The heat pad will gradually heat up to a temperature between 50 to 55 degrees for 12 hours from laboratory test results. You will feel warm and this will help your muscles to relax. Reduce or increase heat as required by changing the thickness of the cloth underneath the heat pad. Okay, I present you a short onder mijn broek. Op mijn short plekken, op mijn onderbuik. Naar mijn broek erover. Now I look pregnant. Oké, mensen, dat wordt echt warm. Wel jammer, want je mocht dit dus niet aandoen als je aan het slapen bent. Update over mijn heatpad. Het is ondertussen een half uur later ongeveer. En dat begint echt warm te worden en mijn pijn is letterlijk weg. En nu begint de pijn precies naar mijn rug te gaan. Dus ik ben aan het twijfelen om die tweede die ik heb gekocht om mijn rug te doen, maar dan heb ik er morgen geen. Die moet ik morgen opnieuw kopen. Maar honestly, what the fuck. What a relief. Ik voel me echt instant zoveel beter. Mijn buikpijn is weg. I love it. Ik wil dit echt elke maand. Dus als je er weet dat ik in België kan kopen, of like in Europa, stuur zeker door. Of zet het in de comments. Want ja, deze kan ik daar niet kopen. Maar wauw. Heat patches van 7-Eleven. Top.